Ja, dan kan ik niet meer op social media. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Sinds begin dit jaar is het voor de leerlingen niet meer toegestaan om hun mobieltjes mee de klas in te nemen. We zijn nu een paar weken verder. Hoe gaat het? Nou, het gaat eigenlijk heel goed. Het verloopt rustig. In het begin was het misschien wel een klein beetje wennen. Maar de leerlingen hebben over het algemeen het zonder problemen overgenomen. Dus we zijn heel tevreden hoe het nu gaat. Maar zijn er wel kleine strubbelingetjes geweest? Of zegt hij van nee, het is... Nou, in het begin zijn er natuurlijk wel kinderen die zich vergisten. Die hun mobiel toch nog bij zich hadden. Die zijn aangesproken, gesprek meegevoerd. En na het gesprekje was het eigenlijk altijd heel simpel. Ik leg hem in het klasje. Ja, ik weet wat de afspraak is. En wat is de afspraak precies? Nou, de afspraak is dat als je bij binnenkomst op school, leg je je mobiel in de kluis. En als je 's middags na je lessen naar huis toe gaat, dan pak je je mobiel uit je kluis en neem je weer mee. Dus wij zeggen, de mobiel is thuis of in de kluis gedurende de schooldag. En als het niet gebeurt? Toch stiekem mee naar binnen nemen. Ja, dan gaan we natuurlijk even vragen wat er aan de hand is. En dan voeren we het gesprek met die leerling. En onze ervaring is dus tot nu toe dat die leerlingen dan zeggen... Oké, ja, ik weet eigenlijk wel wat de regel is. En dan ga ik hem in het klasje leggen. Ik vind het wel een beetje vervelend, want ik kan dan niet op mijn rooster kijken. Mijn rooster kijken, ja, dat klinkt een beetje... Ja, op mijn rooster kijken. Ja. Is dat de werkelijke reden? Nee, ja, er zijn ook wel andere redenen. Zoals? Ja, dan kan ik niet meer op social media. Ja, en hoe lastig is dat nou voor jou, als je dan echt de hele dag niet op social media kan? Ja, aan het begin was het wel wennen, alleen het wordt wel steeds beter. Dus. Ja. En van jullie? Nou, ik vind het meer gewoon irritant, alleen het is zeg maar een beetje wennen en dan komt het wel goed. En jij? Ik ben er al wel weer aan gewend nu. En dan, als de school afgelopen is, dan rennen naar het kluisje en kijken naar je berichtjes? Niet echt. Vaak doe ik hem pas weer thuis gebruiken. En dan ga ik eerst naar huis toe op de fiets en dan kijk ik even of ik nog nieuwe berichten heb. Ik kan me voorstellen dat voor de jongelui het toch moeilijk is om urenlang zonder social media door het leven te gaan. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. En tegelijkertijd waren tijdens de eerste dag, de ochtend, hebben we hier bij de deur gestaan, waren leerlingen heel realistisch. En hadden ze ook zoiets van, ja, het is op alle scholen, dus we begrijpen ook dat het hier is. Ja, we moeten wennen, maar we begrijpen wel wat de keuze is. En ik denk dan, als iets oudere persoon, het is eigenlijk ook best wel goed eigenlijk. Ja, het is ook wel goed, maar dat denk ik misschien ook wel als iets minder oud persoon. Dankjewel. Maar kijk, ik begrijp ook dat het voor kinderen die helemaal gewend zijn geraakt aan de social media, dat het best een ingewikkelde kan zijn. En tegelijkertijd heeft social media natuurlijk ook invloed op hoe je naar de wereld kijkt. En dus is het ook goed om tijdens een schooldag je mobiel in de kluis te hebben. En social media kan afleidend zijn. En dat is misschien wel het voornaamste probleem als je op een school aan het leren bent. En hoe zit het met de leraren? Nou, voor de leraren hebben we niet hetzelfde beleid. Want we gaan er namelijk van uit dat iedereen heel bewust met zijn mobiele telefoon omgaat. En je ziet eigenlijk een hele mooie beweging. Leraren hebben hun mobiel wel bij zich, maar zitten overdag sowieso niet op hun mobiel. Want ze zijn aan het lesgeven. Dus de mobiel heb je soms nodig om in de systemen te komen. En eigenlijk is hij de rest van de tijd niet nodig. En je ziet dus ook gewoon, wat voorheen ook al was, dat die mobiel niet of nauwelijks gebruikt wordt. Ik hoor dan de leerlingen al denken van ja, hey, dat is mooi, ik wel en u niet. Ja, dat klopt. Dat is best een logische gedachte. En dat kunnen we dus zo uitleggen. En door onszelf als voorbeeld te laten zien, is het ook heel duidelijk voor leerlingen wat er van hen verwacht wordt. Er zijn ook scholen, daar mag je hem tussendoor even uit de kluis halen. Oh ja, daar ben ik wel jaloers op. Wat vind jij ervan? Ik vind het wel jammer dat wij dat niet hebben. Ga ik zo meteen vragen aan jullie directeur. Is dat goed? Ja. Hebben jullie nog meer vragen? Nee. Ja. Die ik hem kan stellen? Nee. Nou, je kan vragen waarom hij heeft gekozen om de hele dag in het kluisje te laten. Net was ik bij de kluisjes bij een van de dames. En ik vroeg, heb je misschien een vraag voor meneer Van Boksel? Toen zei er eentje, ja, op sommige scholen
is het wel toegestaan om tussen de lessen door eventjes op de mobiel te kijken. Waarom heeft onze school daar niet voor gekozen? Ja, nou, we hebben daar niet voor gekozen omdat we een heldere uitspraak en afspraak met elkaar willen. En we vinden het meest helder dat je dus tijdens de pauzes ook je mobiel in je kluisje laat. Dat is voor iedereen het overzichtelijkst en dus ook het rustigst. Je weet wat de afspraak is, iedereen houdt zich eraan en dan is het dus ook het makkelijkste om dat na te leven. Merkt u nu ook dat de leerlingen meer met elkaar praten en andere dingen doen dan alleen maar op een telefoon kijken? Ja, dat zie je gebeuren. De kaartspellen komen weer op tafel. Ik heb al een aantal keren Uno voorbij zien komen. En andere spelletjes worden gespeeld. En dat is eigenlijk heel erg leuk om te zien. Er wordt ook veel meer gecommuniceerd met elkaar. En dat is precies ook wel wat we willen. Die sociale interactie is heel belangrijk. School is ook een plek waar je socialisatie plaatsvindt. En dat gebeurt met name tijdens de pauze in de interactie met de medeleerlingen. Dus de toekomst is voor u duidelijk. Dit gaat lukken. Nou ja, ik hoop natuurlijk dat het gaat lukken en alle tekenen wijzen erop. We hebben ook met elkaar afgesproken dat we aan het einde van dit schooljaar evalueren of dat het beleid wat we met elkaar gekozen hebben de juiste weg is. Dus een evaluatie is zeker op zijn plaats. Ik wens u succes. Dankjewel. Komt goed.